Megabands, duizenden bezoekers, honderden vrijwilligers en verregaande veiligheidsmaatregelen. Met topbands als Kensington en de Golden Earring zijn de zomerfeesten van dorpen als Hengevelde en de Sint Isidorushoeve, alias De Hoeve, alles behalve dorps te noemen. Ja, hier staat de Golden Earring niet bij, geloof ik, hè? Daar heb je helemaal niet. Nee. Wat vind je daarvan, Joost? Ja, dat was voor onze promotie natuurlijk wel iets mooier geweest. Maar de Golden Earring, die hebben natuurlijk nog niet eerder opgetreden in de Hoeve. En nee. De Golden Earring, die zijn al een keertje in Hengevelde. Of Kensington is natuurlijk al wel een keertje in Hengevelde. Vorig jaar was Kensington een grote band uit de Nederlandse popwereld. Die was in Hengevelde. Twee jaar geleden. Ja. Hoeveel man was daar toen? Daar was toen destijds 5000 man. En hoeveel komt er dit jaar? In eerste instantie hadden we 6000 man een kaartje kunnen geven. Maar nu, dat was niet toereikend. Binnen 3 dagen hadden we die 6000 kaarten verkocht. Dat meen je. Dus toen zo dacht snel. Ik van ja. Toen zijn we naar de gemeente geweest met een goed plan. Onze vrijwilligers hard gewerkt aan een nieuw plan. Ja. En dat is goedgekeurd. En daardoor heel blij dat we nu 10.000 kaarten hebben. 10.000 mensen, even voor de goede orde. Hoeveel mensen wonen er in Hengevelde? Ik weet het toevallig zelf van komen vandaan. Maar 2213, denk ik. Ja, 2000 man. En dan komt daar 10.000 man op visite. Ja, dat is zeker. Dat is een briljant mooi aantal. En voor denk de duidelijkheid, dat is dus niet een feest wat commercieel georganiseerd wordt. Het zijn dus allemaal de vrijwilligers die dat moeten gaan rooien. Uiteindelijk de inkomsten die komen allemaal ten goede aan de gemeenschap. En daardoor kunnen we bijvoorbeeld ook voor de voetbal wat betekenen in de zin van kunstgrasvelden en dat soort dingen. Dus je ziet altijd het geld stroomt weer terug naar de gemeenschap. En je ziet het ook in de gemeenschap, bijvoorbeeld de aanleg van zo'n veld. Het is al jarenlang zo'n filosofie. Is dat in de Sint Isidorushoeve, idem dito? Idem dito. Ja. En dat zie je dan ook aan de vrijwilligers. Elke vereniging die levert zijn vrijwilligers. En de Hoeve is wat kleiner dan Hengevelde, maar we zijn met 1400 inwoners ongeveer. En hoeveel man komt er naar de Golden Earring? Er komt 5000 man, hopen wij, naar de Golden Earring. We zijn nog niet uitverkocht. We zitten op 60%. Oké, dat is een behoorlijk eindtaal. Ja, en we zijn nog in gesprek met de gemeente of dat misschien nog wat meer kan worden. Maar in de gemeente Haaksbergen is dat toch iets lastiger. Heeft dat te maken nog met het monstertruckdrama? Ja, ze zijn natuurlijk wel, ze willen de puntjes op de i hebben staan, maar ze nemen geen risico's meer. En ja, daar heb je gewoon mee te dealen. Maar goed, dat is de gemeente aan de ene kant, maar de vrijwilligers in het dorp zelf, die zeggen wel van kom maar op? Of de vrijwilligers die zeggen allemaal kom maar op. We zijn er natuurlijk een heleboel extra nodig, omdat we de Golden Earring op woensdagavond hebben. En dat is buiten het weekend. We hebben normaal het hemelvaartsweekend, wat begint op de donderdag. Ja. En we hebben nu die extra woensdagavond. En daar ben je toch een hoop extra vrijwilligers voor nodig. Maar iedereen, het is een gigantische organisatie natuurlijk. Ja, hier zitten nog twee mensen aan tafel die vast wel eens naar een feestje gaan. Ja, wat ik me wel afvraag is, in hoeverre overschaduwt op een gegeven moment al zo'n optreden van één zo'n band de rest van het feest? Nou, op zich, ik denk niet dat het heel erg overschaduwt. Het is natuurlijk, komen er heel veel Kensington-fans bij ons dan op Kensington af. Alleen uit de regio van zeg maar de 10.000, daarvan merkt we inderdaad ook, die 6.000 die we in eerste instantie verkocht hadden, dat zullen echt wel de Kensington fans zijn. Maar toen kregen we ook heel veel reacties uit de buurt van ik heb nog geen kaartje, maar ik wil wel gewoon naar de zomerfeest in Hengevelde. Dus dan krijg je de situatie dat mensen uit hun eigen dorp bijna te laat zijn met het kopen van een kaartje voor een feest. Dat is misschien precies wat Erik bedoelt. Je doet het toch ook voor het dorp natuurlijk. Nee, absoluut. En dan krijg je natuurlijk ook wel het dorpsfeest, moet je daar dan al in januari kaarten voor gaan halen. Maar dat is wel een beetje de tijd waarin we ook leven. En het is hartstikke mooi, denk ik, dat een dorp als Hengevelde, maar ook als De Hoeve met de Golden Earring dit voor elkaar kan krijgen. Maar zijn er dan ook mensen in De Hoeve die zeggen van waar is de tijd van de hoenpapa muziek en dan gewoon een natuurlijk, die geluiden heb je ook, maar je moet toch in essentie meer gaan met de tijd. Het is tegenwoordig heel erg beleving. Ja. Mensen zijn bijna allemaal wel eens naar een festival geweest. Ik bedoel, de Zwarte Cross is in de buurt. Je ziet wat daar gedaan wordt aan de aankleding en daar moet je als zomerfeest dan ook gewoon wat mee doen. En In de Hoeve hebben we natuurlijk het Hemelvaartsweekend, waar we eigenlijk ook weet en zijt wel bekend van zijn. Mm-hmm. Maar daar kun je niet op blijven teren natuurlijk. Nee, want je hebt soms ook wel Bekken bijvoorbeeld, is ook een dorp in de regio. Dat is veel concurrentie van festivals die er dan zijn. Ja. Hebben jullie daar ook last van? Nou, wij in eerste instantie niet. We hebben het geluk dat hier in de regio eigenlijk niet heel veel feesten op onze datum gaan zitten. Dat scheelt. En in de Hoeve?
Ja, in Oldenzaal is de Hemelgames. Oldenzaal, ja. Hier. Ja. De Hemelgames, we wel bekend, ja. Ja? Ja, ja? Zeker, zeker. En dat wordt ieder jaar groter en groter? Ja, maar groter en groter. Ja. Ja. Hoeveel man komt daar? Om en erbij? Ja, geen idee. Geen idee, maar goed. Ja, daar hebben jullie dus wel last van soms. Ook wel 5.000-6.000 man. En ja. Of dat dan helemaal ons publiek is, dat is dan... Dat wil ik niet... Dat weet ik niet helemaal. Ik denk dat vooral voor de Golden Earring wij een wat ouder publiek hebben. Ja, het is heel specifiek natuurlijk. Heel specifiek. Nou, we hopen natuurlijk wel dat die mensen die brengen ook wat meer mee als de jeugd, laat maar zeggen. Ja. Dus we gaan gewoon zien. Iedereen heeft er gewoon echt ontzettend veel zin aan. Is er nou ook nog een beetje strijd tussen de dorpen onderling? Want ik weet bijvoorbeeld dat als je in Hengevelde binnenkomt lopen, dan heb je daar twee bordjes hangen. Op het ene bordje staat welkom op dit festival, hashtag grootheidswaanzin. Mm-hmm. En op het andere bordje aan de andere kant staat welkom op dit dorpsfeest, hashtag klein duimpje gedrag of zoiets. Ja, klopt dat? Ik weet welk bordje je bedoelt. Ja. We hebben geen strijd. Ik bedoel, we kijken puur, dat klinkt een beetje in voetbaltermen, we kijken naar onszelf. En ik denk ook dat we daar beide goede zaken in doen. En dat inderdaad... Uiteindelijk... Maar het is dus niet zo dat je met elkaar loopt zo van wij hebben de 10.000 en jullie hebben de 5.000. Nee, dat je dat een beetje tegen elkaar op zit te boksen. Dat ze er zoveel hebben en dat is gewoon super mooi. Je moet ze denk ik proberen om die feesten in stand te houden. En ja. Je ziet ook gewoon om ons heen, wij zijn natuurlijk niet de enige dorpfeest, en dat het gewoon echt wel heel moeilijk wordt voor sommige dorpsfeesten om het hoofd boven water te houden. En iedereen die gaat ook wel van dorp naar dorp naar dorp. Hè? Ieder weekend gaat iedereen wel bij elkaar een biertje drinken, toch? Ja, dat is minder. En daarom moet je inderdaad wel onderscheidend blijven. Ja. En, het is niet meer vanzelfsprekend, bedoel je? Niet iedereen loopt die zomerfeestrace mee af. Daarom... Ze hebben zoveel. Dus ja. Er wordt zoveel georganiseerd, er is zoveel te doen. En de jeugd die maakt dan ook heel erg de keus van, dit weekend gaan we daarheen. Dus maar dan moet hebben we als organisatie meer... nog beter je best doen om die mensen aan je weten te binden. Zeker, ja. Erik, jij komt uit Luttenberg, hè? Ja, geboren, getogen in Luttenberg. En, ja. En Luttenberg hoe is het feest daar? Ja, Luttenbergs feest. Ja, dat is wel grappig, want we hadden het hier net over de Golden Earring. Ik zei al, een jaar of 17, 18 geleden ben ik nog bij de Golden Earring geweest. En er was op vrijdagavond altijd een wat grotere band. Groter dan ten opzichte van wat er op zaterdag en zondag stond. Maar daar is op een gegeven moment van afgestapt, omdat het juist te veel werd om dat te gaan organiseren. Waardoor de vrijdagavond nu een soortgelijke avond is als een zaterdag of een zondag. Dus gewoon een leuke top 40 bent. Maar niet meer die ambitie om zo gigantisch te gaan groeien. Wat voor de dorpsbewoners hartstikke leuk is. Tegelijkertijd, het was ook wel eens leuk als je een grote naam in je eigen dorp had. Ik snap wel waarom sommige feesten wat groter proberen te worden. Ja, tegelijkertijd, andere... Ik snap het ook wel als je zegt van, weer wat voor mij niet. En nou wel wezen, zo ver rij is het ook weer niet. Dus, nee. Je bent er zo. GoldenEaringOpenAir.nl, er zijn nog kaarten. Heel goed. Slim hè, heel handig. Ja, jij hoeft dat niet te doen, want het is al uitverkocht. Ja, maar als je het over voetbal hebt, dan wil ik nog wel een linkje maken. Wij organiseren het eerste weekend natuurlijk het grootste kantinefeest van Nederland. Dus dat is echt iets voor jou. Kijk, goed. Iedereen, nog wat voor de mensen thuis die willen komen, die kunnen op rtvoost.nl alles opzoeken en naar al die feestjes gaan.